Nee, maar ik hoop dat je het me vergeeft. En, ja, doe ik. Ik ga van je genoeg straks weer. Goed zo. Zie je snel. Ding. Ja, het is goud. Mwah. Goed, dankjewel. Yes. Hij is niet boos. Gelukkig. Oh. Eerst dacht ik te gaan shoppen voor Holland Sinkt Hazes. Dat is het vijfde seizoen dat wij dat doen. Dat is ook het vijfde seizoen dat überhaupt dat concert er is. We doen de kleding voor Jeroen van der Boom, Roxanne Hazes, Xander Moussonier, Peter Beense, Wille Calbetti, Johnny de Mol. Wie vergeet ik nog meer? Cilia Rombly. Nou, dat doe ik dus samen met Liz. Nou, inmiddels zijn we aanbeland op de PC Hoofdstraat. En ook voor kunst kun je gewoon op de PC zijn. Nou, het is gelukt. Hele mooie items voor Rox. Ik ben dus in een kleedkamertje van de Ziggo Dome. Oh, ik word helemaal misselijk van mezelf. Fred, blijf stil. Ik heb hier de kleding. Voor eigenlijk alleen voor Johnny de Mol en voor Jeroen van der Boom. Ik ben helemaal blij met mijn nieuwe stylist. Ja, hè, kijk dan, hè. Knap ben je, hè? Jezus. Wat een mooi jasje. Goed, ja, maar ja, dat komt dat je een mooi doek bent. Om op te schilderen. Ik krijg een jasje van Fred van Leer. Moet je kijken. Fred heeft even je scherend en mij door elkaar gehaald. Dus dit is het jasje. Let op wat je krijgt. Moet je kijken wat dit jasje met je doet. Dus dit is het jasje. Let op. Oh, Fredje, wat een lekker jasje, zeg. Wat een blind lekker, zeg. Oh, ik heb het toch zo gezien in. Ik hou toch zo van die glitters. Oh, wat lekker, zeg. En dan ben ik het weer. Net 5 minuten voordat Jeroen op moet, komen we achter dat het jasje kwijt is. Hebben jullie een jasje gevonden, jongens? Ah, nee. Echt niet? Nee, wel in ieder geval. Heb jij eens even kijken, heb jij een jasje gevonden? Is het je eigen jasje? Een jasje. Jammer. Nou Jeroen, we staan in de lift en vertel het drama maar even dan. Ja, dat is een enorm drama. Ja. Mijn originele jasje van de show is... Weg. Je jasje kwijt. Heb ik weer. Nou, hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik heb het opgelost. Er komen 1600 jasjes aan en in de wissel. Je hebt 2 minuten om je om te kleden. En dan zie ik gewoon wat ik aan heb. Dus hel. Nou kijk, hier is dus de kleedkamer. Ik zie er ook echt niet uit. Maar die zien er niks meer. Kijk, hier is de kleedkamer. Serieus. Even hoerenbende. Maar kijk nou wat hier hangt. Kijk nou wat die fucking hoeren hangt. Hier hangt het jasje. Oh my god, jongens. Echt serieus. Nou, dit is toch weer mooi voor het verhaal. Ik heb het jasje gevonden. Ik zweer het. Ik heb het jasje gevonden. Hoe oud je bent, wil ik weten. Ik zie er toch fantastisch uit. Ik ben super dat ze hebben. Hoe niet zegt dat niet zo is, maar toch wil ik weten. Ze vindt me knap. Ze vindt me knap, hè. Wil je, of ik je zou doen, bedoel je? Ja, dat vind ik. Nee, je hebt haar. Je bent niet kaal. Ik val op kaal. Dat schiet lekker op. En dan heb ik gewoon de badkamer. Wat is dat nou, Maurice? Voor mezelf. Wat is dat nou? Een ego. Nee, mijn interesse. Even aan de kant, hier komt die klerennicht. Klerennicht, snap je? Leuk grapje. Nee, weet je, klerennicht. Ja jongens, en dan sta je gewoon. Bij Willeke Alberti nou joh. Schoonheid, wat ben je knap. Mooi, niet te doen, hè? Wat een prachtig jurkje. Leuk is die, hè? Jezus. Wat is het eerste nummer wat je gaat zingen? Niemand laat zijn eigen kind alleen. En hoe ging dat ook alweer? Niemand laat zijn eigen kind alleen. Je bouwt het liefste muurtje om haar heen. Toch niet normaal, deze vrouw. Dit is toch niet normaal? Heerlijk! Maar je moet ook, je hebt gelijk een ding in je, zodat ik moet janken bijna. Nou, lieve mensen, het is natuurlijk nog gewoon overdag. Het is nog niet helemaal... begonnen, zeg maar. We gaan even een kleine rondleiding geven. Dus backstage, altijd leuk. Dit is zeg maar de kleedkamer. Waar alle magic happens. Helemaal handig klok echt zoen hier. Echt serieus. Jeroen van der Boom gaat naar buiten binnen. En dan kunnen we ook zelf naar buiten. Zou ik gewoon op het... Dit mag echt helemaal niet. Ik zou gewoon op een soort heilige grond. Staat het publiek aan je voeten. Oh, wat lijkt me dat heerlijk. Maar ik kan niet zingen, mensen. Ik kan alleen playbacken. Ik heb echt gesmeekt. Laat me dan 1 nummer van de Hazes playbacken. Nee, zeiden ze gewoon. Zei nee tegen mij. Ik ga even wat strijken. Dat moet ook gebeuren. Ik doe hetzelfde. Ik vraag op een assistent. Mijn vader zei altijd, voor je laten werken is ook ondernemen. Waarvan acte? Ik zal je even uitleggen. We hebben dus een knal. Dat is zo stof dat het in 1 keer... Ja. Hè?
Strijken is eigenlijk geen ene reet aan. Sterker nog, er is geen hol aan. Kreuk is niet leuk, dus je moet wel strijken. Laat het nou het gezicht zijn van deze brown kerststijl 3 stoomgenerator. Ja, zou zeggen, wat een vreselijke reclame. Ja, klopt. Maar hij is echt fantastisch. Je hoeft alleen dit te doen. En het gaat als sneeuw voor de zon gaat het weg. We gaan even Edcilia kijken. Edcilia moet later in de show op, dus die is nog even eerlijk in de chill. Cyril! Hup, hup! Hoe zijn je? Yo! Yo! Hallo! Kijk, weet je wat lekker is met Cyril? Kijk, ze is knap. Ze kan zingen. Ze is een lekker wijf. Ze is hysterisch. En stel nou als ik zeg, je moet een liedje zingen. Een liedje zingen? Wel, ik heb een liedje gedaan. Ik ben bezig met een liedje met Replay. Ja, vertel. Je hebt een nieuw liedje. Yes. Ja, dat komt uit, hè, straks. Oké, oké. Wat je doet met mij. Is heel... Dus dit is een soort van... Ja. Mensen weten het nog niet. Nee. Mensen weten het nog helemaal niet. Maar het komt uit. Mensen weten wel dat het uitkomt. Maar die kennen het liedje nog niet. Maar het is echt heel lief. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven, kan er geen genoeg van krijgen wat je doet met mij. Nou, anyway, Eric. Oh, maar even serieus. Nou, ik weet niet of je het ziet, maar I've got the kippenpits. Tussen al je tekeningen zie ik een paar raadjes. Oh, ik vind deze vrouw de stem. Ja. Ja, wat is dat voor? Voor je stembanden, om je stembanden te ontspannen. Oh. Even serieus, ik weet niet. Is een koude Jerry? Nee hoor, het is gewoon Roxanne uit Ozan. Roxanne uit Ozan? Ja, hey schat, en wat zit ze goed in het netje, vrouw. Goed, hè? Wat ben je knap, niet te doen. Schat, die heeft heel slecht licht, dat willen we niet. Oh. Dit is beter. Wacht, ga eens hier staan. Hey, heb je er zin in? Ik heb super veel zin in, maar kijk ook even weer wat je hebt gefixt voor me. Hè? Heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Lekker vrouw! We gaan hem rocken! Op je vader, schat, en hoe? Nou, lieve mensen, ik sta dus midden in een heel leeg Ziggo Dome. Maar over zo'n 10 minuten gaan de deuren open en dan staan hier straks duizenden Hazesfans. En dan zul je zeggen, ik wil er ook heen. Helaas uitverkocht, dit was de laatste. Maar de kaartverkoop van 2018 is begonnen. Dus ga even naar de link in de beschrijving en dan kun je zien hoe je kaartjes kan kopen. Hup, hup! Woehoe! Ik moet nog even oefenen. Nou, de show is in volle gang, maar Guus zit nu op zijn kleedkamer. Die gaat één nummer straks doen. Ja, en wat misschien niet iedereen weet, is dat Guus was eigenlijk een verrassingsoptreden. Dat mocht eigenlijk niet naar buiten. Ik ging live op mijn Instagram. En toen heb ik dus per ongeluk een foto van Guus ook laten zien. Dat hij ook meedeed. Dat was eigenlijk niet zo heel handig. Dus ik ga nu even mijn excuses aanbieden. Ik hoop dat hij niet heel boos is. Guus? Ja? Hi. Hey, ja, ik moet denk ik wel even iets recht gaan zetten. Hè? Ja, kom maar op jongen. Sorry Guus. Ja, ik wist het niet. Jij wist het niet, hè? Ik wist het echt niet. Nee, ik hoop dat je het me vergeeft. En, ja, doe ik. Ik ga van je genieten straks weer. Goed zo. Zie je dat ding. Ja, gauw. Goed, dankjewel. Yes. Hij is niet boos. Gelukkig. Oh. Ik ga genieten. En ik hoop jullie ook. En als jullie nou een leuke video vonden, moet je even lekker abonneren met je bek. Moet je die duim in je reet, in de lucht. Oh, ik moet ophouden. Dag schat. Kijk, en dan zitten we hier. En dan werken we hard. Snoei.